In de vorige video hebben wij bewijs gevonden dat er een verband is tussen de familie en de mijn. We gaan naar de mijn om daar mijn man Fabio, jouw man, een vraag te stellen. Hij is thuis. Aanwezig. Hij is niet thuis. Fabio. Okay. Hij heeft werknemers verkocht. Blijkbaar goed werkt. Okay. Ja. Nieuw note. Namelijk. Relocated. Nou, we hebben alleen deze. Ja. Een relocation note met een identification code. Dat lijkt me goed. Ja. Blijkbaar niet. Blijkbaar niet. We hadden daar wel een brief van. To relocate a few workers. An offer. Declining an offer. Deze. The sheet of name with mine workers. Die zal het zijn. Ja, dit dus. Ja. Edmund Coleman. Dat zou kunnen, ja. Dat was die man die in die bar stond, toch? Ja. Ja, ja, maar die ook van vis hield. Dus laten we eerst in de bar kijken. Kijk, deze man. Een aardige man. Ja. Hij roept uitroepteken. Ja. Misschien is hij het wel. Een broertje. Oké. Twaalf. Een beetje jong. Wel zielig, ja. Ah. Precies. Kinderontvoering. Evidences. Let's go to the factory. Is dat een nieuwe locatie? Nee. Of is Ethan's office? Dat is in de factory, denk ik, of niet? Kan. Dat denk ik. Ja, er is niemand.
Heeft hij een mapje? Kunnen we hier op klikken? Foto's. Boekjes. Oh, Ernest. Is dat het werk? Ja. Miners in the mine. Ja, heel goed. Oké, gaan we doen. Ah. We komen te dichtbij, denk ik. Ja, en dan? Ja, ja natuurlijk. We hebben weer 6 minuten gewerkt. Maar goed, dan gaan we rusten. Als jij dat wil. Geen nare dromen deze keer. Er is iets mee. Misschien een handtekening. We gaan dit bekijken in de volgende video, want we zijn weer een dag verder. Dus graag tot dan!